Een hele goede middag, mijn hondje. Ja, ja, je bent lief. Ja, je bent een lieve kerel. Ja, hè? Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag, wat voor vandaag is het vandaag, weet ik niet eens. Kan je nagaan? Oh, wat erg, wat ben ik erg. Ja, ik was vanochtend weer behoorlijk beroerd en ziek. Het is de 4e van 4e 2018 en het is woensdag, nou weet ik het weer. En het is 19 minuten over 2. En ik wens jullie allen een hartelijk welkom toe bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben de laatste tijd niet helemaal in orde. Ik maak me wel op, maar ik voel me niet happy. Misselijk, hoofdpijn en beroerd zijn. Ik denk een kleine griep of zo, ik weet het niet. Ik kan ook spanningen wezen omdat ik nou alles van de budgetbeheerder nu alleen nog moet gaan doen. De huur was nog niet betaald, dus ik heb net de woningstichting gebeld. Ik heb het nou zelf overgemaakt, want deze maand was het nog niet incasso. Dat gaat met mij pas in. En ik heb dus nou zelf betaald. En Karin die ik aan de telefoon hangen, die ligt daar bij mijn bureau. Ik zou met koffie bezig even. Want ik heb ook een toon, zoals jullie al wel weten. En nou heb ik dat ook op mijn telefoon staan. En nou gaat ze mij via een filmpje ook weer leren om dat uit te leggen hoe ik op afstand de toon kan regelen. Dus zit ik in Den Haag bij Karin en Roderick, kan ik mijn kachel van daaruit regelen. Dus ja, dat weet ik nog niet hoe dat allemaal gaat. Het programma dat staat nog uit wat dat er gaat. Ik ga ze me allemaal leren. Nou, ik ben wel beroerd, maar het moet toch gedaan worden. Ja, ik ben misselijk, helemaal niet lekker. Nou, mijn vlag die heeft het vannacht met de harde wind overleefd. Ja, daar ben ik ook blij mee. Waar hangt die door? Dus daar ben ik ook blij mee. Dat hij nog overleefd heeft. En dat met dit weer. Er is niks aan. Van mij mag het wel zomer worden. Ja, handdoeken zijn drijvend nog geworden. Maar ja, niks aan te doen. Droge vanzelf wel weer. Het moet toch gewassen worden, hè? Ja. Maar het is een aparte was. Je gaat niet bij de kleren. Nee, schat. Nee. Oh, dank je, schat. Oh, dank je. Dus ja, dat komt verder allemaal goed, lieve vrienden. Ja, ik moet een paar stakken nog opruimen. De dingetjes hangen er nog in. Maar ja, het staat me niet op mijn rug, zeg ik dan. Dat laat me gewoon gaan. Het komt vanzelf wel wanneer ik weer een klein beetje mij ga bij de pinken voel. Straks komt Chrissy ook weer. Die gaat hondjes en oortjes weer even druppelen. Die neemt een pipetje mee, want zo met de fles slaolie, ja dat werkt niet. Want nou is die gisteren gewassen, maar het is er nog niet uit die slaolie troep. Ja. Maar ja, moet eruit groeien. Het is ook helemaal vieze zwart nog, ja. Maar dat groeit er wel uit. Ik zal hem straks ook borstelen. En dan ziet hij er ook alweer een heel eind beter eruit. Dat lieve vriend, ik zou zeggen, geniet van jullie middag verder. En ik zeg tot straks. Nee, terug. Terug. Ga ik bij mijn meisje staan. Kom eens, ga ik bij Poesie. Ga ik bij Poesie. Ah, mallet. Ja, oké, lieve vrienden. Ik was weer even terug. Ja, het is 4:15. Karin die is nog steeds aan het helpen, maar die is nou even met de hondjes eruit. Ik heb toch maar de vlag naar binnen gehaald. Want we krijgen namelijk slecht weer. Zal het over windstoten en over onweer. In Den Haag schijnt het al te onweren.
Dus ja, ik weet het niet. Ik heb hem er nou dus eraf weten te krijgen. Maar wat deed ik met mijn domme kop? Ja, jullie raden het al. Ik trok de touw weer omhoog. Ai. Kon ik er dus niet meer bij om er een vlag aan op te hangen. Ai. Ik, hoe moet ik dat nou hebben? Ja, het is kantelmast. Oké. Dus ik die boutjes, moeitjes, dingetjes weer los. Die blokjes houten weer bij weg. Even van de bok. Maar toen had ik hem laten kantelen. Ja, oh ja. De haar moet ondersteund worden. Totdat hij gekanteld is. Ik loop met een stok. Dan hem langzaam laten zakken. Dat ging dus niet worden. Nee. Had ik niet met een stok gelopen. Had ik het makkelijk gekund. Want zo zwaar is hij niet. Maar je moet hem toch wel ondersteunen. Dat hij niet naar beneden klettert met een noodgang. Dus ik heb weer rechtop gezet. Ik hoorde een auto aankomen op parkeerterrein. Ik denk, nou, dan probeer ik er iemand bij te pingelen. Dus ik ga even op de stoep staan buiten mijn poort. En er stapte inderdaad een man uit, die kwam net uit zijn werk. En ik heb dus geroepen van meneer, zou u mij alsjeblieft willen helpen? Nou, en hij kwam. En hij heeft even vriendelijk geholpen. Ik zeg, ja, ik zeg, het is voor het eerst. Ik zeg, mij lukt het niet alleen. Ik moet die buis laten kantelen. Dat gaat het niet worden in mijn eentje met die stok. Ik zeg, ik loop met die stok. Ik zeg, dat gaat niet. Nou, en dan heeft hij het mooi netjes geholpen. Heeft het weer teruggehaald. Nou ja, toen weer vastgezet. En ik heb aan elkaar vastgemaakt, die touw. En ik heb hem mooi op de buis heen geslingerd weer. En om de kik heen vastgebonden en top. Nou, sorry hiernaast. Nou ja, naast. Hij woont in een andere straat, maar de zijstraat hiervan. En gelijk even voorgesteld en gezegd van kom maar eens een keer met je vrouw koffie halen hoor. Nou ja, dat zou hij doen. Dat is hartstikke leuk. En ik wil hem nog een keer bedanken. Dankjewel Jeroen. Ja, en kom langs met Cindy. Simpel zat. Ja. Zo heet zijn vrouw. Dus ja, nou is het wachten totdat Karin weer terug is. Want ik kan ook verder zo niks beginnen op mijn pc. Dus ja, dat is afwachten dan, hè. Maar ja, er is wel genoeg andere dingen te doen. Maar ik heb niet zoveel zin vandaag. Nee, ik ben het... raar. Ik voel me gespannen. Als een vioolsonaar. Ik weet, ik lijk wel een gek. Jullie zullen me wel uitlachen als ik zeg dat ik bang ben van onweer. Ja. Maar dat heb ik als van kind af aan meegekregen. Althans, niet meegekregen. Mijn moeder was niet bang. Maar ik ben wel bang geworden. Dat ik nog peutertje was. Dat ik nog bij mijn moeder op de arm zat. Die stond met mij op haar arm voor het raam naar buiten te kijken naar het slechte weer. We hadden buiten aan de buitenkant een hollensteense vensterbank die was roodbruin gelakt. Dat glom altijd in de zon. Daar sloeg de bliksem op, dus die was niet meer bruin rood, maar zwart. Dat was de eerste klap die ik kreeg te verwerken. Later, toen was ik alweer wat groter en toen moest ik van mijn moeder even naar een winkel toe vlak om de hoek van de straat. En toen waren de helmen nog niet verplicht op een brommertje. En toen kwam er een verpleegkundige aan van een instelling. En daar achter haar aan kwam een vuurbal aan. En die werd geraakt door die vuurbal. Gelukkig is ze blijven leven, maar de hele rechterkant was verlamd. Wat moet jij dan? Wat moet jij dan? Kom jij mijn verhaal storen? Oh, ja, straks komt tante Chrisje weer. Maar in ieder geval, dat heb ik dus ook meegemaakt. Dat is vlak voor mijn ogen gebeurd, allemaal. Dat is niet leuk. Later, ik was al getrouwd. Niet met mijn mannetje die nou overleden is, maar een andere man. Karin haar vader en Harret zijn vader. Die man, daar was ik mee getrouwd. En toen
dan hadden we een heel eind vrij uitzicht over een meer heen. Na die meer stond ook weer een boerderij, dus kilometers weg. Het was ook slecht weer en je ziet zo de bliksem in die boerderij slaan. Nou, boerderij, dat van de grond had toe afgebrand. En een keer, dat was in hetzelfde huis, maar in de wijk stonden van die lage sierstenen waar je op kon zitten voor de sier. En er was net gewassen geen tegels, maar dan een sierblok. Ja, nou. Mijn pleegboer die fietste daar tussendoor, tussen twee van die blokken. En pal naast hem, in zo'n blok, vloog de bliksem in. Ik ben dankzij God, ik weet niet, hij had een engeltje bij hem of zo, werd niet hij geraakt, maar juist zo'n blok. Daar zat ook namelijk staal in. Maar ja, hij was op de fiets en dat is ook staal. Of ijzer, wat is het, zeg het maar. Maar hij was al lijk bleek. Ja, nou hij is gauw vliegvlug naar huis gegaan en ik heb de boel gelijk dicht gedaan. Nou, daar krijg je de schrik van te pakken. Een stuk soort dingen. Nou, daardoor ben ik dus bang geworden van onweer. Ik ben het geworden van die eerste dreun op de vensterbank dat ik nog een peutertje was. Ja, en dan maak je het ene en het andere mee en dan word ik maar banger. Dus ja, nou ja, zo heb ik meerdere dingen waar ik bang van ben. Maar ik denk dat ik niet de enige ben die bang is van iets of wat. Nee. Er zullen wel meerdere mensen zijn met mij die ergens bang van zijn. Laat maar weten waar jij bang van bent. Ben ik ook nieuwsgierig naar. Je weet nu een klein beetje van mij. Ik wil ook wat van jou weten. Laat me horen. Kijk, er zit mijn dakhaas. Kereltje. Ik hoor heel iets daarnet. Ik was te laat. Ik had jullie niet bij me. Maar twee grote helikopters van de marine vlogen over. Ja, ik liet Chrissy uit. En die was even aan het helpen. Ja, en toen vlogen ze zo vanaf zee, zo daar langs naar vliegveld De Kooi. Het is koud en ik hoor ze wel ronken, maar het is koud. Ik wacht er ook niet op. Doe ik niet. Moeten ze maar dichterbij komen. Maar ja, oké. Kijk, mijn vlinders trek die bot ook al uit. Groene dingetjes, ja. Ik hoor weer wat. Waar komen ze vandaan? Je hoort van alles en je ziet niks. Ja, meeuwen in de lucht. Nou, lieve vrienden, sorry. Kom alweer eens wat. Dus, ik ga naar binnen. Neem jullie wel mee. Ga je ook mee? Of blijf je buiten? Daar een stukje blauwe lucht komt erin. Ja. Horen jullie dat? Ik hoor wel, maar het is ver weg. Ga je mee? Hallo? Pico? Nou, maar naar binnen. Zo koud. Bah. En die zit daar al in gedoken. Op het scheurdakkie. Nou. En daar loopt die dame. En ik ga zitten. Oh, wow. Zo. Hoi. Dat is mijn mobiel die jullie horen gaan. Dat, ja, lieve vrienden, Chrissy is dus weer weg, hè? Tante Chrissy weg, hè, man? Ja! Tante Chrissy weer weg, hè? Ja! Wat een dikkie! Dat, ja, lieve vrienden, ik ga een hapje eten voor hem klaarmaken. Dan voor mezelf. En dan zien jullie straks vanavond alweer.
Dus ik zeg tot vanavond. En voor degenen die nog eten moeten, smakelijk eten. Ander oortje moet ook. Hé, hey, koekenbakker. Kom eens, wat ben je dan? Ga eens kijken bij tante Chrissy dan. Hé, hey, kom. Kom eens. Ik ruim toch nog. Kom daar. Kom daar. Ja, nee, dat oortje hebben we gehad, hè. Omdraaien. Dan moet een ander oortje. Omdraaien. Hé. Hey. Twee, goed zo. Het is druk hier. Zo, en dan moet dit ook nog op YouTube komen. Halleluja. Lekker man. Tante Chrissy kan het wel, hè? Zo, hè? Nou, wat zo'n dingetje al niet kan doen, hè? Een pipetje. Helemaal geweldig. Zit ze gelijk onder de haren? Oh, dat geeft niet. Oh, dat geeft niet. Nee. Klopt inderdaad. Nou, en wie hangt daar aan de telefoon? Uiteraard Karin. En wie zit er in mijn pc? Oh nee, ja, in mijn pc. Uiteraard ook mijn dochter. En dat gaat een beetje moeilijk om, man. Ja, gaat moeilijk. Nou ja, op afstand, hè? Ja. Dus. Ik laat dat ding hier. Ja, dat is goed. Laat maar hier. Ja, en mijn dochter is niet de enige die een troep op de aanrecht had. Enkel die had het uitgebreid op de aanrecht. Ik heb het meer in elkaar en in elkaar en op elkaar en weet ik veel. Maar ja, dat heb je wanneer je niet in orde bent. Dan laat je het even de boel op de boelen en dat komt dan wel weer. Dus ja, ik ga nog een bakje koffie maken voor Chrissy en ik zelf. En mijn hondje is weer gedaan. Die loopt weer te schudden en te doen. Dus ik zeg tot later. Daar moet ik. Ja, lieve vrienden, en nadat we gisteren stampen boerenkool hadden met een rookworst, ik nou weer lekker een bord met bami en saté erbij. Ja, lekker, lekker, lekker. Dus ja, ik heb het zelf een beetje gemaakt. Dus ik denk wel eens een keer weer wat anders. Zelf een beetje maken, smaakt lekkerder dan uit de winkel, ja. Dus ja, ik heb het zo een beetje door elkaar gefrunnekt. Dus het is wel lekker. En natuurlijk een wijntje en een bakje koffie. Ja, want ik zal proberen te gaan genieten, ondanks dat ik niet in orde ben. En mijn hondje, ja nou, je bent lief, hè. Ja, en jij je eten al op. Nou, bijna. Bijna. Ja, bijna. Bijna. En die zit er water te drinken. Lief gezicht. Ja, waar de rest is, weet ik niet. Ze zijn wel in ieder geval binnen. Dus ja. Dus ik zeg, lieve vrienden. Ik ga eten. En ik ga er proberen ervan te genieten. En ik kom vanavond nog eventjes retour. En daarna sluit ik deze vlog weer af. En dan zeg ik tot de volgende vlog. Tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. En het is weer een tijd van komen. En er is weer een tijd van gaan. Ja, en ik maak er hier een einde aan deze vlog. Dat, ja... Het is vlog 152 deze en ik zeg wel rusten, slaap lekker met mooie dromen en graag tot vlog 153, ja. Mijn hondje is buiten, die kunnen jullie nou niet zien, het is buiten donker. Hier zit een poezebeestje, mijn prinsesje, hè? Ja nou. Een wijfje, een meisje.
zo goed zitten. Net op. En daar zit er ook één. Maar daar kan ik niet bij komen met mijn stoel. Wat zit jij daar weer? Dat gaat gewoon op afstand een beetje. Hé, hey, ja nou. Kan ik niet goed bij. En de rode rakker, nou ja, die is boven. Ja, en mijn hondje die is buiten. Dus die is lekker even aan het heen en weer lopen en het roeten en het doen. En morgen moet ik het daar weer opruimen. Oh, komt hij geloof ik net aan. Kom maar. Kom daar. Achter me langs. Grote jongen. Hé? Grote jongen. Toch? Hé? Ja, nou. Kom maar. Kom maar, ga maar op de bank. Kom dan. Op. Op. Goed zo. Goed zo, kereltje. Ja, nou. Ja, hij is zo lief hoor. Hij is zo lief en zo laat van de oortjes, hè. Ja. Dan de Chrissie helpt, hè. Ja, hoor. Dat, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, nogmaals, welterusten, lekker slapen, gezond weer op en God zegen. Toegewenst vanaf mijn kant, Corina en de beestenboer. Ja, ja. Dat. Tot morgen. Doei, doei.